Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat het Eid al-Fitr-feest dit jaar op 25 mei valt. Deze dag wordt gelijkgesteld aan de zondag. Op die dag worden ook de algemene vrije en geheime verkiezingen gehouden. Voor de Surinaamse Moslimassociatie SMA is het uniek dat dit feest op die dag valt. Indien het samenscholingsverbod niet is opgeheven, kunnen we niet naar de moskee gaan. Maar we zullen dan wel feestend naar de stembus gaan, zegt SMA-voorzitter Michel Soubhan. Hij heeft er alle begrip voor dat de COVID-19-maatregelen er zijn en zegt dat tot nu toe al deze regels door de associatie in acht zijn genomen, ondanks de Ramadan.